Yo mensen van Doe Maar Gamen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe episode van de Minecraft Custom Map hier op Doe Maar Gamen. Zoals jullie kunnen zien, zwem ik momenteel. Nou, oh, wat doe ik eigenlijk? Wat doe ik? Ik moet je nagaan, hè? Dat is apart, want ik was zo... Ik kom de wereld in en ik ben zo gefocust op dat gebouw daar, omdat hij er zo awesome en mooi uitziet, dat ik bijna dit enorm grote luchtschip hier was vergeten. Terwijl daar waarschijnlijk ook super veel goede gear in zit. Dat is best dom van mezelf, maar daarom gaan we daar hier eerst even in. Maar ik was dus zo gefocust op dat grote gebouw daar verder. Wat? Holy fuck, die muur ook, hè? Als die jongen of die kerel dat in 2 jaar helemaal in zijn eentje hebt gebouwd. Respect, echt waar, respect. Diepe respect. Maar ik denk dat als je world edit hebt en je hebt een soort, en ik denk, laten we even zeggen, 10 man. Dat je dit zeker weet in 3 weken wel kan bouwen. Maar ja, ik weet het niet. Voor hetzelfde geval was hij helemaal in zijn eentje. Dat kan maar zo, hè. Daarom ga ik ook geen dingen roepen waarvan ik zelf niet weet of het ook daadwerkelijk zo is. Ik ga wel even kijken. Ja, mooi zo. Nou, het vallen me allemaal maar af. Jullie zijn echt dom, weet jullie dat? Jullie zijn echt zo dom. Waarom zijn zombies zo dom? Even serieus, ze zijn echt heel dom. Zonder dolle, die zombies zijn echt fucking dom. Ik ga nu gewoon even deze hier killen. Iets hoger en... fuck jou, zo, nice. Oké, ik ga hier snel naar binnen. Ik ben benieuwd wat hier binnen allemaal te vinden is. Ik heb trouwens, wat heb ik? Een Bane of Atropots 2. Doet niet meer damage, geloof ik. Doet het meer damage? Nee, dat niet. Maar je kunt geloof ik beter tegen geleed pootgevechten. En dat is dan voornamelijk spinnen en zo. Oké, 10 arrows en jij hebt 9 gold voor 24. Ja, nee, ja, doe maar. Zo, dope. Oké. Ik doe het geluid voor mezelf even wat zachter, want ik hoor... Ik hoor namelijk die villagers en die spinnen tegelijkertijd. Maar holy fuck, mensen. We hebben zoveel ontdekt deze episode. Maar ook voornamelijk de vorige episode, want deze episode is echt nog niet eens... Laten we zeggen 10 minuten of nog niet eens 2 minuten begonnen. En we hebben nu alweer heel veel ontdekt. Maar dat maakt niet uit. Fucking awesome. Ik bedoel, hoe meer we ontdekken, hoe leuker het is. Even kijken hoor. Ja, tenzij je te veel ontdekt. Maar nu ontdek ik al zo. Dat is echt amazing nu. Oké, heel veel carpets in ieder geval. Oké, laat ik daar maar even niet naar beneden gaan. Hier zijn zeker nog wel wat leuke dingetjes te vinden, neem ik aan. Ik ga eerst even kijken wat jullie allemaal willen ruilen met me. 15 kip. Wat, weet je, waarvoor, hoe moet je zo aan zoveel kip komen? Shears. En jij? Eten? Ja, dat heb ik al. En jij? Ja, weet je, fuck jullie. Jullie mogen van aanschappen. Daar heb ik echt geen problemen mee. Het zijn toch maar villagers, weet je. Oh, nice. Een axe. Ja, daar heb je wel fucking voor hout uiteindelijk, hè. Dat is wel ziek. En voor de rest heb ik echt niks wat ik kan ruilen. Dus misschien is een axe waar je geen eens een miskoop. But I'm not sure. Protection 1. Kan ik dat nu nog doen? Wat moet ik er dan bijgeven? 4. Nee, dat vind ik een beetje idioot. Wat heb jij? Waarom zou je überhaupt redstone willen? Fucking serious. Wat heeft die? Silk Touch 1 en Efficiency 3. Holy fuck, dat is wel ziek veel hoor. Maar dan moet je eerst natuurlijk een Diamond Pickaxe weten te bemachtigen. Geen idee waar je die vandaan wil halen. 2 bots of enchanting. Oeh, dat is ook wel nice. Dan kun je super veel gaan enchanten. En hoeveel kan ik er dan krijgen? Dan kan ik heel veel bots of enchanting krijgen als ik dat doe. Wol? Kan ik dat krijgen? Heb ik wol? Er was toch ergens wol? Was hierboven niet hierboven is super veel wol. En dan kan ik dus wol ruilen voor emeralds. En emeralds voor bots of enchanting. Ik ga het gewoon doen, YOLO voor de motherfucking win. Hoppakee, 32, nice. Nice. Oh, ik kan niet meer. Wat dan? Oké, lol, ik kan niet meer doen. Bam, 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 bam. Wat dropte ik nou daar? Ik kan het zeggen. Zo, oké, nice. Ik kan weer enchanten. Wat ga ik enchanten? Ik heb eigenlijk alles al geenchant. Dat is dom. Ik heb alles al geenchant. Of niet? Ja, ik heb alles al geenchant. Ja, maar dan ik kan ook nog wat nieuws maken en dan dat weer gaan enchanten. In de hoop dat ik dan misschien nog wel wat beters krijg dan dat ik eerst had. Hé, dat is wel weer een... Oh, wacht eens even. Nee. Nee. Wacht eens even. Wacht eens even, jongens en meisjes. Even geduld. Ja, of ik maak... Nee, ik denk dat ik een beter idee heb. Ik wil eerst een boots van iron. Daar ga ik dan... verdervalling opzetten. En die ga ik dan nog een keer enchant. Dat is denk ik het beste. Eerst enchant en daarna verdervalling. Dan kan ik kijken welke ik het best wil doen. Oké, dan weet ik dat. Even aanhalen, joh. Even chill. We gaan het doen. We gaan het doen, jongens. We gaan het doen. Nee, grapje. Oké, dit mag weg. Zo. Flauwe grapje, joh. Flauwe grap meer. Hoppakee. Hoppakee. En. Hoppakee. Oh, dat zijn. Kut. Ik heb een workbench. Je raamt toch niet zeggen dat dit allemaal geen hout is. Jawel, dit is wel hout, toch? Ja, dit is wel hout. Nice. Even 4 meenemen. Hoppakee. En hoppakee. Nice. Oh ja, die wou niet mee. Ja, fuck dat dan. Zo. Een workbenchje. Die zet ik even hier neer. Vlots. Hotseflots. Ja, mag ook zweven. Maakt mij helemaal niet uit. Villager, ga weg. Is mijn workbench. Wat hoor je huilen trouwens? Oh nee, jij kan nog wel nuttig zijn. Altijd slecht. Ik heb trouwens ook even iets anders nodig. Namelijk meer steen. Damn, son. Ik heb meer steen nodig. Kan ik even heel erg snel ergens steen vandaan halen? Of gaat dat moeilijk worden? Ik heb wel een idee.
Wat zijn jullie aan het doen dan? Waar kijken jullie naar, jongens? Waar kijken jullie naar? Zo. Fuck jou. Nou, oké. Okay. Oh, klaar is dat. Oké, okay, lol. Nee, ik heb steen nodig even snel, jongens. Want zonder steen kan ik niet verder komen. Dit is echt het domste wat je kan doen naar beneden, man. Je weet maar nooit wat hieronder zit, weet je dat? Steen, maar ik heb echt steen nodig. Zonder steen ga ik het niet halen. Ik wil namelijk even snel betere schoenen hebben. Dat scheelt wel weer in de serie. Want hoe betere gear, hoe verder je kan komen, zeg maar. Wat is dat dan? Waarom pak ik het niet op? Ik kan het ook gewoon niet oppakken. Moet je nagaan. Heel random. Wat is dit? Light grey stained clay. Ga je me nou vertellen dat ik helemaal niks anders kan vinden hier dan klei? Terwijl ik steen nodig heb? Oh, wat lullig. Jawel, toch? Is het niet alleen maar klei? Ja, het is alleen maar klei. Kut. Ik heb namelijk momenteel even wat steen nodig. Ik heb even een furnace nodig dan. Ja, ik heb heb ik laatst die furnace natuurlijk weer weggedonderd. Omdat ik dacht dat ik hem toch niet meer nodig zou hebben. En nu heb ik hem weer nodig. Nou, lekker bezig, Job. Lekker bezig, jongen. Nou, even snel boven dan. Hup, 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 zo. En ik ben nog niet eens boven, moet je nagaan. Nee, maar ik heb snel steen nodig. En dan wil ik ook nog een keer van iron pickaxe maken. Daarom heb ik steen nodig voor een furnace. Is hier steen te vinden? Waar is het luchtschip? Oh, dat is daar. Daar kom ik wel weer. Oké, geen probleem. Ik ga zo meteen natuurlijk ook nog even daar naartoe. Nou ja, ik denk dat deze episode sowieso eerst even gear verzamelen is. Dat lijkt me het handig. Kijk, hier steen mooi. Oh man, wat is het een vette. Wat is het een vette custom map, jongens. Niet te geloven. Ik heb echt geen spijt dat ik deed. Ik heb echt geen spijt dat ik deze custom map heb gekozen. Ik heb echt geen spijt dat ik deze custom map heb gekozen. Dan had ik zo meteen even naar peaceful moeten schakelen, want dit is niet leuk. Dit is niet heel erg fijn. Kom maar hier naartoe, bitches. Zo. Oh, dat is een skelly. Ik denk dat is iets anders, maar... Vandaar dat geschiet de hele tijd. Ja, dat gaat hem niet worden hoor. Tegen een skeleton vechten in het water. Dat is iets wat je eigenlijk nooit echt moet doen. Dat is niet handig. Hij heeft ook nog een bow, zie ik. Nou, laat ik hem hier wel even komen. Zo. Ja, jij hebt gear, maar dat betekent niet dat je me aan kan. Oeh, nice! Hij dropt zijn schoenen. Unbreaking 2, dat is niet nodig. Oeh, 5 protection 1. Wat heb ik hier? Nou, weet je, fuck it. Ik wil sowieso iron shoes hebben, zeg maar, om te gaan enchanten. Anders vind ik het zonde dat ik een verdervalling opzet en ook nog eens enchant ga. Terwijl ik er echt geen ene reet voor krijg. Dat ga ik niet doen. Dus even lekker veel steen. Ja, precies genoeg. Nou ja, daar ben ik blij mee, anders moet ik weer terug. Oh nee, ik had 13 steen, mooi zo. Nou, snel weg hier, hoppakee. Dan kan ik weer verder met het gaan enchanten, want ik wil betere gear hebben. Als ik namelijk verder wil komen, dan moet ik mezelf wel beschermd voelen. Moet ik mezelf wel confident voelen. Dus wel zelfverzekerd. Dat ik niet bang hoef te zijn van, oh shit, als ik nu het heuveltje afval, ben ik dood. En verder van ik 2 of 3 kan, hoeveel is het? Ja, verder van ik 2, dan kan er hard bij helpen hoor. Believe me. Dat kan echt heel erg handig zijn. Dus... Even kijken, want ik ben momenteel even aan het zoeken naar het luchtschip. Oh, dat is daar. Oké, mooi. Oh, dan kan ik net zo goed even via boom naar boom. Ik ben net een Tarzan, jongens. Ik ben Tarzan. Hallo, mijn naam is Job. Oftewel Tarzan in het echte leven. Op YouTube is hij Job. Maar buiten het echte YouTube leven is hij Tarzan. Morgen in de bioscoop. Niet in 3D, want Job heeft die film zelf bedacht. En hij kan nog geen 3D effecten toevoegen aan zijn film. Slecht, heel slecht. Even kijken, heb ik gear om? Of heb ik gear? Wat zeg ik nou weer? Ik hou ook in met mijn gear. Ik noem alles gear tegenwoordig. Hey, heb je gear voor me? Wat wil je op je broodje op? Oh, doe maar gear. Doe maar gear. Welk smaak? Chocolade gear. Oh ja, heerlijk. Slecht, Job. Even kijken. Wat kan ik? Heb ik? Ja, nice. Zo. Hoppakee. Hoe hoog kan ik? Ik heb ook nog steen. Oh, hoog genoeg. Fine for me, bitches. Oké, okay, nou, ik ga daarin. Ik ga een furnace maken. Nou, zoveel moeite moet je dus doen in een custom map om aan je benodigde shizzle de McFlizzle-nizzle te komen. Hartstikke leuk altijd in custom maps. Houd het altijd een klein beetje spannend en wiebelig. Daar hou ik wel van. Dus eerst maken we even snel een furnace. Nou, fuck die 2 stone. Die zet ik even hier neer. Zo, deze keer zweeft hij niet. Ik gooi er even wat kool bij. Ik gooi het iron bij. En dan gaan we zo meteen van die boots krijgen. Moest ik nog wat ruilen? Oh ja, ik moest natuurlijk naar boven gaan. Moet ik die shears nog hebben dan? Zul ik die shears hebben? Wie had nou ook weer een shears? Even jullie had een shears. Waarom zou je 5... Waarom zou je 5 diamonds gaan ruilen? Oeh, waarom zou je 5 diamonds gaan ruilen voor een fucking... wat was het ook weer voor 1 emmer? Dan ben je ook een beetje een gekkerd. Een gekkerd. Ik was helemaal gewoon een gekkerd. Zo.
Die hebben we nodig namelijk. Let op jongens. Ik ga hier naar boven. En hierboven, dat weten jullie niet. Maar hier zit heel erg veel wol boven. Dus ik ga eerst even wachten tot al mijn iron klaar is. Dan ga ik enchanten. En dan heb ik heel veel wol om te ruilen voor meer emeralds. En dat is gewoon even mijn hele idee momenteel. Oh yeah. Of niet jongens. Slim idee of niet. En ik heb nu dit. Dus dan kan ik lekker snel aan wol komen. Even een stekkie wol. Ah, wat ben ik slim jongens. Dat is handelen jongens. Dat is handelen. Dat is handelen voor je geld. Ik hoor trouwens iets. Vroeger was wel dat het goed in het handelen met Pokémon kaartjes. Oh, dat was zo mooi. Mooie tijd, jongens. Mooie tijd. It reminds me on the old times. Oh, vet. Hier zit boven nog een verdieping. Lol. Dat wist ik niet eens. Zul ik naar boven gaan? Ja, waarom niet? Ik kan zo meteen toch weer het hout weg of het wol weer terugkrijgen. Zit hier niets? Nee, er zit hier niets. Maar wel... Nou, hier kan ik wel lekker snel aan wol komen. Dus ik neem het gewoon even op deze manier mee. Gaat wat sneller. De Job-tactiek in actie, jongens. De YOLO-tactiek zo. Maar nee, we hebben deze persoon in ieder geval weer lekker veel kunnen doen, moet ik eerlijk toegeven. Ook al hebben we nog niet echt iets onderzocht. Ja, we hebben dit natuurlijk onderzocht. Dan kunnen we de volgende episode dat andere gebouw gaan onderzoeken. Dat is ook een beetje prioritief momenteel, omdat ik natuurlijk wel wil kijken ja, wat we daaruit kunnen halen. Maar nee, lekker veel wol neem ik mee. Zo, jij mag weg, want ik wil zo meteen meer wol. Want dat wol kunnen we zo meteen met iemand ruilen voor emeralds. En die emeralds kan ik dan weer ruilen voor andere gear. Kijk, dat is een beetje het hele plan van mij. Hè? Gewoon handelen, handelen, handelen. En uiteindelijk hele goede gear voor mezelf gaan krijgen. Dus goede zwaarden, misschien wel diamonds. Ik weet niet of je diamonds kan krijgen voor emeralds. Zou super chill zijn. 10 emeralds voor 1 diamond bijvoorbeeld. Of 20 emeralds. Dan ga ik gewoon eerst heel erg veel emeralds krijgen door wol te ruilen. Maar dat is ook wel een beetje de manier van de kijker hoor. Of van de kijker, van de maker van de map. Die dacht ook van ja, als ik nou op die manier zeg maar een map maak. Dan gaan mensen dat sowieso awesome vinden. Nou, ik vind het awesome. Ik weet niet hoeveel wol die wou. Dus ik moet heel veel wol meenemen natuurlijk. Die shears, daar gaat helemaal geen durability vanaf. Lol. Ik kan die shears gewoon net zo lang blijven gebruiken als ik wil. Maar het heeft misschien te maken met de adventure functie. Dus is dat wel een bug in 1.9. Kan maar zo. I don't freaking know, maar wel awesome. Hoeveel stacks zullen we meenemen? 2 stacks? 2,5 stacks? Misschien 3? Ik weet het niet. Zo. Misschien wat makkelijker. Zo. Nee, maar in ieder geval, ik vind dat een... Oh, kut. Ik sta jullie met een schaar, hoor. Kijk maar uit. Ik steek jullie ogen uit met een schaar. Ik ga trouwens eerst even ruilen nu. Kan ik gelijk even kijken hoeveel ik nou eigenlijk nodig had. Waar is mijn steek? Oh, dat is hier. Ik schrok al even. Ik denk, heb ik mijn steekstap weer gedropt. Tuurlijk, gebeurt mij weer, weet je wel. X... Flons. En welke wou dat ook alweer ruilen? Ja, oh, ik ben gelijk bij de goede. Moet je nagaan. Wauw, wat mooi. Zo. En zo. Nou, het is niet heel veel. Ik heb nu 16 emeralds. Oeh, dat is best netjes. Oeh, ik ga gewoon fucking dood. Door jou word ik beschoten. What a bitch. What a bitch. Zo, nice. En nu wil ik even mijn schoenen gaan enchanten. Dat moest namelijk ook even gaan gebeuren. Ik heb namelijk 9 XP, dat is best veel. Zo, ik ga eerst mijn schoenen enchanten. Ik heb beter iron armor. Dat is beter om te hebben dan van de golden shizzle. Dat heeft namelijk bijna geen ene reet zin. Dus wat ik ga doen... Oh, ik geloof dat er een echte creeper stond. Ik ga eerst even deze enchanten en hoop op goede shizzle. Blast protection 1. Waarom zou ik met 8... Ik hoef niet eens met 8 enchanten. Met 1 krijg ik bijna meer dan met 8. Fucking logic. En nou ja, blast protection is iets. Dan gooi ik dan verder valling bovenop. Oh, daar heb ik natuurlijk 5 voor nodig. Ja, sure, dat kan wel niet. Oh nee, nu gaan mensen screenshots maken en naar mijn Twitter sturen. Dankjewel Job voor je slimme idee. Oh yeah, bitches. Oké, nee, ik moet meer wol hebben. Zullen we het hier even bij laten. 16 emeralds. Ja, maar wat heb ik aan die emeralds? Ik toch niet eens weet wat ik wil ruilen. Ja, als ik nou een diamond sword kon maken, weet je, had ik het graag gedaan. Fire Aspect is fucking awesome. Ja. Hoe kan ik aan 1 diamond komen? Is hier iemand die 1 diamond wil ruilen? Helemaal niemand? Die villager is ook niet erg slim. Oh nee. Ik moet die villager hebben. Die ene met die... Die Fire Aspect 1 wil geven. Want Fire Aspect 1 is echt awesome as fuck. Ik geloof dat je dat pas kan krijgen bij 20 levels of zo. Ik weet het niet zeker. 20 coal. 16 coal. Ja, maar coal daar heb ik niet veel van. Ik wil diamonds hebben. Ja, maar diamonds vind je super moeilijk. Dat is kloten. Anders had ik het al lang... Oeh, ja, ja. Een diamond axe ook niet echt dat je zegt van awesome. Dus jij mag eerst even dood. En jij mag ook nog even dood. Want jij bent ook een bitch eerste klas. Oh, wat doe ik? Huh? Oh, dat was echt een brain fart. Wat? Weet je wat het was? Ik dacht heel erg dat het de witch was. En ik zit gewoon random villages te killen. Oh, wat mooi. Oh, wat slecht en mooi tegelijk. Had ik helemaal niet moeten doen. Nou ja, jongens, bedankt voor het kijken van deze moorderige afsluiting. Hopelijk vonden jullie hem vet. Knal even een like op deze video. De volgende video gaan we naar dat hele grote kasteelgedeelte toe. Met die mooie muur erbij. Waar waarschijnlijk heel erg wat tijd in heeft gezeten. Knal eens even een like op deze video. Abonneer natuurlijk even op Doe Maar Game als je het niet gedaan had. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van de custom map hier op Doe Maar Game. En ik ga proberen volgende keer in het intro van de volgende episode de juiste naam uitspreken. Van de custom map. Hey, dat is een bow. Dus ik zeg tot de volgende keer en laters mensen.